Beste landgenoten, wij bevinden ons in de periode die vaak genoeg wordt beschouwd als de mooiste periode in het jaar, kersttijd. En als multiculturele samenleving voelen we ons verbonden aan elkaar en doen we natuurlijk ook mee aan al die leuke tradities die gepaard gaan met de kersttijd. We staan natuurlijk ook aan de vooravond van het nieuwjaar 2022 en dat betekent dat we zullen moeten nagaan hoe het afgelopen jaar, 2021 dus, is verlopen voor ons. Natuurlijk in algemene zin als samenleving, maar ook in het bijzonder in ons privéleven, in ons sociaal leven, op het werk, you name it. Het is belangrijk dat wij nagaan welke leerpunten wij zullen meenemen naar het nieuwjaar 2022, omdat het leven natuurlijk bestaat uit vele uitdagingen en ook vele beproevingen die we zullen moeten doorstaan. Beproevingen zijn er om ons iets te leren. Als mental health professional, als psycholoog, weet ik hoe belangrijk het is om een goede mentale gezondheid te hebben. Beproevingen die we allemaal doorstaan, zullen onze mentale gezondheid ook op de proef stellen. Het kan voorkomen dat we sommige dagen hebben waarbij we ons niet lekker voelen. Ajir je fuga, ajir stak wansane dangrayu, maar dat is allemaal normaal. Dus wees niet bevreesd en wees niet beschaamd om ook die hulp te zoeken die u nodig heeft. Het is heel belangrijk dat vooral tegen de achtergrond van de huidige COVID-19-situatie, dat wij extra letten op onze mentale gezondheid. Natuurlijk ook in het nieuwjaar, daar wij ook niet weten hoe de situatie zal zijn. Maar dat zal natuurlijk ook aan ons liggen als samenleving en de overheid die het beleid bepaalt, hoe wij het nieuw normaal leven zullen moeten ingaan. Zoekt u hulp waar u hulp nodig heeft. Als bestuurslid van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen weet ik dat wij steeds bezig zijn om de psychologie beter op kaart te zetten, veel meer bewustwording te creëren voor mentale gezondheid en ook de zorgverlening die daarmee gepaard gaat, dat wij daarvoor steeds de aandacht vragen, zodat die toegankelijk en natuurlijk ook betaalbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. Namens mijn collega psychologen en orthopedagogen wil ik u gezegende kerstdagen toewensen. Een zalig, maar bovenal veilig uiteinde. Natuurlijk aangepast conform de huidige situatie. En ik wens u verder een voorspoedig, sterk en gemotiveerd, maar bovenal een mentaal gezond 2022 toe. Het gaat u goed.